welkom bij House of Wool. Mijn naam is Lisa en dit is mijn kleine plekje op dit het waar ik mijn handwerk met jullie deel. Ik bedoel, brei, haak, spin en soms kleding naaien en het alles deel ik hier. Wat goed ging, wat fout ging, echt alles. Het is vandaag podcast nummer 11. We zijn weer twee weekjes verder. En de tijd vloog echt voorbij. En qua handwerken, ik heb wel wat dingen te laten zien, maar niet zoveel als jullie van mij gewend zijn. Ik heb al een paar keer verteld over de handwerkdip. Nou, inmiddels is de handwerkdip wel een beetje over. Dus dat is heel fijn, want ik weet waardoor het komt. Nou ja, blijer kun je niet zijn als je ontdekt wat de oorzaak is. Maar daar vertel ik je verderop in de podcast meer over. Ik heb weer een lijstje hier liggen met alle informatie. Ik heb een glaasje water daarbij gepakt, want ik heb een klein beetje een droge keel vandaag. Dus dat kan misschien zijn dat je dat kan horen. Ik denk het niet. Ik heb hier van alles om me heen liggen. Hier een project, daar wat wol, daar een borduurwerk tegen de kant staan. Dus ik duik alle kanten op voor de spulletjes te pakken. En ja, laten we beginnen. Het is mooi weer trouwens. Nou ja, mooi weer. Het is heel wisselvallig weer. De zon schijnt, dan zijn er wolken. Dus het licht kan een beetje veranderen. En daar kan ik niks aan doen. Ik zit aan die kant, is een hele grote pui. Daar zit ik bij. Want ik heb nu de gelegenheid om beneden op te nemen in mijn hele kleine handwerkhoekje. Dit is eigenlijk altijd de stoel. Die zit dan richting het raam met de achterkant. En hier handwerk ik meestal eigenlijk. Alleen spinnen niet. Spinnen doe ik op de bank. Omdat deze stoel, dat is zo'n standaard IKEA stoel, zo'n wiebel geval. Dan lig je te veel voor. Dan kan je niet spinnen. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel, ik niet. We zitten in mijn handwerkhoekje. En dat komt, mijn zoon slaapt lekker. En mijn dochter en man zijn even wandelen. En vanaf nu kan ik mijn filmpjes ook makkelijker op gaan nemen. Want mijn dochter gaat naar school. En mijn zoon die slaapt vanaf 10:30 tot 1:00. Dus ik heb straks gewoon elke dag een paar uur voor mezelf. En ik moet daar zo nog aan wennen. Het is zo'n raar idee. Opeens tijd voor jezelf. Dat ben ik al 4 jaar niet meer gewend. Dus het is ook helemaal wennen. Dus ik kan straks makkelijker de filmpje opnemen. En zoals je in de intro zag, had ik ook al een klein stukje spinnen opgenomen. En ik heb zelfs een close-up opgemaakt van wat ik gespind heb. En zo wil ik vaker af en toe een paar close-up filmpjes maken. Zodat jullie ook goed kunnen zien van dichtbij en van het proces. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Nou, laten we beginnen vandaag, want ik ben al 3 minuten met de intro bezig. Oké. We beginnen met spinnen vandaag. Want ik heb mijn tweede bruikbare streng af. Ik zeg bruikbare, want ik heb al een keer een eerdere als eerst een streng gemaakt. En dat is zo niet goed gelukt. Dat was mijn allereerste streng. Dat was van puur schapenwol. Maar dat was niet, had niet genoeg twist. En met het dan ben ik de naam kwijt. Dat je twee draden samen spint, had ik ook niet genoeg twist. Dus dat wisselt heel erg. Dus dat is gewoon echt niet goed gelukt. Dus vandaar de tweede gelukte streng. Hij is nog niet gewassen. Ik las gisteren toevallig dat je eigenlijk gesponnen wol daarna moet wassen. Dat heb ik allebei nog niet gedaan. Dit is de streng. En ik ben er heel erg blij mee. Ik zal even nu ook de close-up. Close-up erin zetten, want dan kun je heel erg mooi zien dat de draden, doordat je allemaal kleurverlopen hebt, dat je twee draden om elkaar heen ziet gaan. En dat is gewoon super mooi. Dat maakt spinnen echt heel erg leuk. Het is echt een verrassing hoe het eruit komt. Je ziet ook een hele mooie glittertjes zitten. Vind ik nu heel erg mooi. Maar in de toekomst niet meer. Nu zul je denken, huh?
Maar ze zegt nu dat ze het mooi vindt. Ja, deze streng vond ik... Dit, laat ik nog even vertellen welke streng, welke wol het is. Het is misschien wel handig. Ik spiek even om een lijstje. Dit is One Tap on a Time. Van... Oh, nou heb ik er weer... Waar heb ik het gekocht? Wol Lokaal. Dat was een wol lokaal. Het is een 85% merino en 50% angelina. En die angelina, ik weet niet of je het goed uitspreekt. Maar ja, dat zijn de glittertjes die je erin ziet. Het was heel erg leuk spinnen. Want je hebt echt allemaal kleurverloop. En ja, je weet uiteindelijk niet hoe het wordt. Maar het zijn niet echt mijn kleuren. Mijn dochter was er gek op. Ik heb het ook toen gekocht met het idee om hier iets van voor mijn dochter te breien. Wat weet ik nog niet. Ik denk een overgooitje in combinatie met wit of... Ja, ik denk wit. Ik denk dat dat het mooiste is. En dan kunnen de glittertjes in. Dat vind ik op zich geen probleem. Maar vanaf nu, ja, weet je... Ik vind het mooi. Ik ben wel eerlijk. Ik vind het mooi, de glittertjes. Het geeft iets extra's aan zo'n streng. Maar tegelijkertijd zegt mijn gevoel heel erg... Ik verlang heel erg naar 100% wol. En geen plastic in wol. Dus geen... In sokkenwol heb je ook altijd plastic erin zitten. En nu heb ik nog best wel veel sokkenwolgaren liggen met de plastic erin. Zodat het steviger is en dat het langer duurzaam mee zou gaan. Dus dat breik ik allemaal op en dat gebruik ik gewoon. Maar nieuwe wol wat ik wil kopen, wil ik toch eigenlijk wel 100% wol of een plantaardige vezel erbij. Zoals bamboe wordt wel veel gebruikt om bijvoorbeeld sokkenwol te verstevigen. En ik las eergisteren ook 100% merino wol. 100% merino wol met zoveel procent brandnetel. Dat zou ook heel verstevigend zijn. Waardoor je ook langer, niet snel gaten in je sokken loopt. Dus dat zijn dingetjes waar ik naar op zoek ben. En mijn gevoel weer aan het volgen ben. Want die was ik even kwijt. Het gevoel van wat ik nou eigenlijk wil. Dus ja, ik vind het echt heel erg mooi. Voor eenmalig. Ik heb nu een hele mooie groene streng. Daar zit geen plastic in verwerkt. En ik heb deze. En ik denk dat ik met de groene iets van een haarband of een sjaaltje of iets gaan maken. Dat lijkt me wel mooi. En deze dus voor mijn dochter iets. Het zijn echt wel een beetje echte haarmeidenkleuren. Dus dat... Het was heel erg leuk om te doen. En heel leerzaam. Want het werkt toch weer anders. Toen ik deze af had, toen had ik geen spinwool meer. Ja, en ik wilde toch dat het spinnen blijven doen. Want ja, als je stopt, je verleert het volgens mij ook wel weer snel. Je hebt ook snel de handigheid er niet meer in. En het ging net zo lekker. Dit is trouwens, ik heb het gewogen. Het is 100 gram en een 68 meter. En het zou een bulky garen zijn. Dus het zou met een naald 7 of zo moeten. Dus ik moet nog wel oefenen met fijner spinnen. Of het echt... Niet een naaldje kleiner kan. Het wisselt nog ook erg hoor. Maar dat zag je bij de close-up. Dat ik nogal verschillend spin. En dat is niet erg. Want ik ben een beginner. En ik leer het mezelf aan. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Maar ja, ik had dus geen spinwol meer. En ja, dan moet je op zoek naar nieuwe spinwol. Want het is gewoon heel erg leuk. En het is best lastig. Ik ben iemand die niet heel... Ja, geen hele kleurrijke garderobe heeft. Ook niet wil. Ik heb wel een paar kleuren... Wat ik heel mooi vind, zoals wat je hier nu stiekem aan de zijkant al ziet staan. Ja, en ga dan maar eens op zoek naar mooie wolletjes. Mooie spinwol. En ik wil dan wel eentje die al helemaal klaar was. Eigenlijk zo'n lontwol met de kleuren erin. Dan kon ik niet vinden wat ik zocht. Want of er zat plastic in, of het waren hele felle kleuren samen. En dat is niet mijn ding. Niet als ik het voor mezelf wil gaan gebruiken. Dus toen heb ik 100% merino wol besteld. Meerdere tinten, kleuren. Ik heb het er nu niet bij gepakt, want ik heb het uit frustratie boven in een doos gezet. Want het ging niet hoe ik wilde. Ik moet nog een beetje oefenen. En ik heb zo'n mengmat besteld. Dat is gewoon zo'n mat. Ik had de goedkoopste variant.
om het te proberen. Een mat met allemaal pinnetjes, zodat je zelf ja, een lont, ja niet een lontrol, dit heet anders, maar ik weet even niet hoe dit heet. Maar dat je zelf je kleuren kan mengen. Of een mengbord. Het is een mengbord. Een mengbord had ik gekocht. Dat heb ik 2 keer geprobeerd. Ik moet nog wel even een houten plank kopen waar ik hem op vast kan nieten of spijkeren, zodat hij wat zwaarder wordt. Maar dat ging eigenlijk wel goed. En toen wilde ik het spinnen, 100% merino wol. En in plaats van bij een lontwol, ik kan het weer laten zien, want ik heb hier toevallig één liggen. Bij een lontwol, dan gaan alle fibers gaan van boven naar beneden. Maar als je een mengbord gebruikt, dan zit het eigenlijk zo, helemaal opgerold. En dan spin je op deze manier. Dus dan spin je vanaf zo. En dat moet ik oefenen. Dat moet ik echt oefenen, want dat ben ik helemaal niet gewend. En waarschijnlijk rolde ik het ook te strak op. Ik weet het niet, maar het ging niet. Dus dat wil ik nog even oefenen. Maar ik bestelde tegelijkertijd ook bij Puur Wol, voor de tweede keer, want de eerste keer heb ik ook al besteld, bestelde ik een hele grote rol, 500 gram Texela, dat is het ras van het schaap, lamswol. En het is zo zacht. Ik ben altijd zo gewend dat 100% wol van Nederlandse schaap, het is wel stugger, maar dat het altijd zo prikt en kriebelt en doet. Maar dat doet het helemaal niet. Het is zo zacht, het is... Je ziet wel overal nog een beetje natuurlijke materialen in zitten. Maar oh, dit is zo lekker. Ik zou hier wel een kussen van willen. Nee, dus ik had deze ook besteld. En nu ben ik dus heel rustig, wat je kon zien in mijn spinnenfilmpje in het begin. Ben ik aan het spinnen deze. En deze wil ik helemaal opspinnen. En misschien bestel ik later nog wel bij. Dan zal het waarschijnlijk een beetje een kleurverloop zijn, maar dat zien we dan weer. En dan wil ik eigenlijk een overgooitje voor mezelf gaan breien. Of ik dan deze prachtige wol op een... sorry, ik ben echt een knuffel met mijn lontwol. Of ik dan de gesponnen garen ga kleuren op een plant. Op een natuurlijke manier, met planten. Dat weet ik nog niet, dat gaan we zien. Eerst moet ik toch alles spinnen. Maar ja, dat ben ik dus nu even aan het doen. Dit is ook oefenen, want een lamswol, het is zachter dan de andere wol, als het geen lamswol is. Dus oudere lamswol is hetgene dat de eerste keer dat het geschoren wordt van het jaar, begreep ik. Dat is de eerste vachten die ze hadden. En dan de tweede is stugger. Maar deze ben ik lekker aan het... Maar het prikt helemaal niet. Ja, dat is zo fijn. Het is zo zacht. En de haartjes zijn veel korter dan wat ik gewend ben. Bij merino heb je eigenlijk best wel lange haren. En bij dit is het heel kort. Ja, je kan het niet zien echt op beeld, denk ik. Ja. Nee, je kan het niet zien. In ieder geval niet goed. Maar het zijn hele korte fibers. Dus het is wel even anders spinnen. Ja, het is wel heel leuk om te doen. Dus daar ben ik mee bezig. Rustig aan. Niet te snel, want ik merk... Ja, ik heb al een tijdje... Vorige keer vertelde ik al dat ik last van mijn schouder had. Ik heb wel heel vaak last van mijn spieren. Of eigenlijk van mijn schouders. Van mijn neck area. We gaan even in het Engels blijkbaar. En van mijn... aan de achterkant schouderbladen, alles. Dat doet eigenlijk altijd zeer. Die spieren. En nu heb ik ook al een tijdje met mijn knie en enkel en been en alles. Dat het allemaal een beetje gevoelig is. Waarschijnlijk heeft dat ook werk gerelateerd en mijn gewicht een beetje mee te maken. Ik ben nog wat zwaarder dan ik zou moeten zijn na mijn tweede zwangerschap. Dus ik moet wel opletten dat ik niet te lang achter elkaar spin, want dan krijg ik last van mijn gewrichten. Ik word oud. Maar het is wel zo leuk om te doen. Het is echt heerlijk. En vooral als je nu dan die lamswol hebt. Het is echt, als je 100% Nederlandse wol wil... En dan zou ik eens bij Puur Wol kijken. Je kan daar namelijk ook al gesponnen garen kopen. En het is... Ik had even ingelezen voordat ik hier ging zitten. Het is ook... de schapen worden door een... Ja, die zorgen eigenlijk voor de natuurlijke begrazing in Drenthe. Dus ze komen uit Drenthe. Rondom Drenthe lopen al die schapen. Ze zijn bijna het hele jaar buiten. Is ook een hele goede
heel goed iets. En ze zijn ook, ze hebben ook echt de ruimte. Het schijnt, dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik heb er niet voor gestudeerd. Maar het schijnt dat als je schapen dus dicht bij elkaar zet in kleine ruimtes, dat de wolkwaliteit ook achteruit gaat. Of dat echt zo is, weet ik niet. Maar dat schijnt zo te zijn. Dus ja, het is echt het Nederlandse schaapwol uit Nederland. En ze hebben verschillende rassen. En dit is dan toevallig de Texela die ik nu heb gekocht. Dus ja, ik ben blij. Ik ben heel mooi vrolijk. Ik ben lekker aan het spinnen. Dan, zullen we die er maar bij pakken, denk ik? Dit, ik laat die staan, als dat lukt. Ja. Ik ben aan het breien, voor mezelf. Nou, je hoort de verbazing in mijn stem. Ik ben, nu ga ik het op zijn Nederlands zeggen. Het is een Engels patroon, Engels ontwerper. Maar ik kan het eerste woord niet uit mijn mond krijgen zonder... dat lukt niet. Dus het is de wafeltrui. Van knitting voor Olive. En het wordt gebreid met soft silk mohair. En dat is dan 70% mohair en 30% silk. Ja. En dit is de kleur roest. Dit is dus een van mijn echt favoriete kleuren. Hier heb ik ook een lange rok in, linnen rok in. Ja, dit is gewoon echt... Ja. Een hele mooie kleur. Ik ben nu al 2 keer dit stukje aan het breien geweest. De boord had ik vrij snel af. Toen moest ik naar naald 5,5. Nou, dat is vrij uniek voor mij. Dat is echt grof. Maar het is... Nu ben ik begonnen. En het klopt nog niet helemaal. Ik moet uitzoeken waar ik het nu fout doe. Of het patroon een foutje is. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben lekker aan het breien. Voor mezelf. En het is gewoon heel erg leuk. Ik heb toen bij Knitting for Olive op hun eigen site heb ik hun eigen silk mohair besteld. Het is een godsvermogen geweest. Ik bedoel, 2 van deze combs was al €83 kwijt. Dat is best veel geld, vind ik. Maar ik brei wel 1 trui van. Die ik heel lang aan ga kunnen als het goed is. En het is een heerlijke garen. En heel mooi. Ik heb gewoon eens 1 zo'n comb trouwens gepakt. En een... hoe heet zo'n ding ook alweer? Donut? Ik weet het niet meer. Heb ik ervan gemaakt zodat ik 3 strengen silk mohair had. Want je moet deze breien met 3 strengen. En ja, het is leuk om te doen. Het is wel even inkomen. Straks wordt het gewoon heel makkelijk. Want met dit soort... Het is lace. Je kan het nu nog niet echt goed zien. Ik denk het niet. Ja, het is met lace, met gaatjes. En zo'n patroon heb ik vrij snel in de vinger zetten. Dus dat wordt geen probleem. Maar ik moet wel even inkomen. En het is heel leuk om te doen. Ik geniet er echt van. Ik heb het nog niet gepast of hij echt over mijn hoofd heen kan. Maar ik ga ervan uit dat mijn hoofd hier wel doorheen past. Dus ik ben benieuwd. Het prikt ook niet echt eigenlijk. Klein beetje. Echt klein beetje. Maar ik denk dat ik daar geen last van heb. Hoop ik. Dus daar ben ik ook mee bezig. Gewoon voor het eerst echt voor mezelf aan het breien. En dat is echt gewoon... Het enige wat ik tot nu toe voor mezelf heb gebreid en wat af is, zijn sokken. Dat is 2 paar sokken en dat is het. Dus dat is niet zoveel. Dan nu... Borduren. Vorige keer zei ik dat ik erover zat na te denken om 1 keer in de maand een vlostsoep op te nemen. Maar dat ga ik niet doen. Want ik borduur te weinig. Nee, ik borduur niet te weinig. Nee, dat doe ik niet. Ik borduur te lang aan 1 project. Ik heb dan niet veel projecten te laten zien. Niet zoals de andere dames die dan aan 5 verschillende projecten in een week werken. Dat doe ik niet. Ik werk meestal een paar weken aan hetzelfde en dan wissel ik een keertje. Ik ben een nieuw borduurwerk gestart. Als je mij op Instagram volgt, My House of Wool. Zeg ik dat goed? Ja, My House of Wool. Dan heb je mag zien, maar niet zover. Even kijken of je goed... hij is wel een beetje donker. Maar dit is Mushroom In. Ik zal hier ook even een plaatje inplakken hoe die moet worden. Dat kan ik vast wel, hoop ik. Anders heb ik nu wat gezegd, maar niet is gebeurd. Maar ik zal even een plaatje. Dit is
Dit kleine stukje is inmiddels 1391 kruisjes. En dat is 0,53%. En ik ben hem gestart op 6 mei 2021. Dus ik ben hem echt net gestart. En ik ben er heerlijk mee bezig. Ik moet nog wat kleuren bestellen. Nou, het is echt leuk om te doen. Het is echt weer. Ik heb echt weer de borduurflow ook te pakken. Daardoor brei ik wel wat minder. Maar het is gewoon echt zo leuk om te doen. Ik ben nu wel een iets andere methode. Ik kijk af en toe opzij. Het is begonnen met regen. Dus ik verwacht eigenlijk dat mijn man ieder moment thuis kan komen. Maar ik ben begonnen deze keer anders. Normaal borduur ik eigenlijk kriskras eroverheen. En ik heb ook al een paar keer geprobeerd om de parking methode te gebruiken. Dan borduur je een vakje, parkeer je je draadje en ga je met een andere kleur verder. Borduur je alles dicht. Nou, dat ben ik nu gaan doen. Ik ben de parking methode gaan gebruiken. Maar ik borduur hem helemaal tot de pagina. Dat is de bedoeling, dat is hier. Tot de pagina eindigt. En dan ga ik zo opzij die kant op borduren. Dus het is meer gewoon rij per rij opzij. Totdat ik de hele kant heb volgeborduurd. Wat nog heel lang gaat duren. Dat is helemaal niet erg. Want het is gewoon een hele leuke hobby. Dus dat ben ik aan het doen. Lekker borduren. Ik moet nog wel dus wel kleurtjes bestellen. Ik heb niet alle kleuren. Ik ben alle bestellingen wel een beetje aan het uitstellen, merk ik. Ook toen met de LED loopigaren, wat ik vorige week vertelde. Heb ik ook nog niet besteld. Ik ben ook nog niet heel fanatiek verder aan het haken geweest. Het idee borrelt nog steeds in mijn hoofd. Maar ik heb er bewust wat rustiger aan gedaan. Wat ik vorige week vertelde, die week ervoor. 2 weken geleden. Ik ben weer lekker aan het borduren. En ik neem deze gewoon iedere keer mee als ik meer dan, wat zal het, 500 kruisjes of zo heb geborduurd. Anders kan je niet zoveel zien. Ik bedoel, dit zijn al 1300 kruisjes plus. Nou ja, je ziet hoe klein het is. Dus dat zijn heel veel kruisjes. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Om weer te doen. Dan heb ik alle handwerk waar ik nu echt fanatiek mee bezig ben, heb ik eigenlijk verteld. Ik zat ondertussen weer te spieken. Nee, ik ben gewoon weer lekker aan het handwerken waar ik zin in heb. Ik heb veel dingen even geparkeerd en opgeruimd. Om juist de rust terug te krijgen. Ik merkte dat ik dus al een tijdje, wat ik iedere keer zei, handwerkdip had. Dat was niet echt een handwerkdip. Dat is meer dat ik niet wist wat ik moest doen. Want ik wil meer voor mezelf gaan breien. En dat heb ik dus nooit echt gedaan. Ik heb altijd voor mijn dochter gebreid. Omdat het ook kleine projecten zijn. Snel af. En ja, dat is gewoon wat makkelijker. Het is ook minder. Het moet op de nu passen. Want ze groeit er wel in. En ik weet. Ik heb wel een beetje de stijl. Ik weet welke stijl ik zelf mooi vind. Maar dat daadwerkelijk dan maken en gebruiken vind ik nog wel. Vinden een patroon die daarbij past. En dat daadwerkelijk gaan maken vind ik nog wel een beetje lastig. Het is niet helemaal. Het is niet anders, maar het is ook niet helemaal standaard of zo. Vooral met de kleuren die ik mooi vind. En vooral de organic look waar ik echt heel erg van hou. Zoals dit vest. Het is echt heel oud en het is bijna op. Ik heb niet zelf gebreid. Deze is gekocht. Maar ja, dit soort dingen vind ik gewoon heel erg. Die uitschaling vind ik heel mooi. En dan met een linnen rok. Ja, daar word ik heel erg blij van. En ik ben ook wel weer een beetje aan het uitzoeken voor kleding naaien voor mezelf. Zodat ik daar. Het licht doet heel raar even op het moment. Maar ook meer kleding naaien voor mezelf. Want ik heb een kledingkast met veel kleren. Dat is niet waar. Ik heb een kledingkast met op zich redelijk wat kleren. Wat allemaal vrij oud is. En wat eigenlijk aan vervanging toeraakt. Of ik pas het op dit moment nog niet. Omdat ik nog wat kilo's aan de buik area. En nog borstvoeding geef. Dus dan verandert het ook allemaal. Zwangerschap doet veel met je lichaam. Ik moet ook een beetje aan de slag. En als je een beetje moet aan de slag, in plaats van dat ik naar de winkel loop, wil ik zelf graag maken. Dus ik ben lekker aan het onderzoeken wat ik wil. Zoals nu ben ik een project gestart. En, dus het is helemaal geen handwerkdip. Ik weet gewoon even niet zo goed
waar ik moet beginnen en hoe ik het moet doen. Ik denk dat dat het beste is. Ik geniet gewoon lekker verder van het handwerken. Dat was het eigenlijk. Ik heb verder niks te vertellen. Dankjewel voor het kijken. Mocht je dit nou een leuk filmpje hebben gevonden, nou, dan mag je altijd een hele leuke reactie achterlaten. Ik lees ze nog steeds allemaal. Ik ben iets minder op social media en alles bezig. Dus ik lees ze echt wel. Ik reageer niet altijd. Ik probeer het wel, maar ik moet de balans even zoeken. Dus mocht je het een leuk filmpje vinden, duimpje omhoog. Reactie is superleuk. En je kan altijd nog abonneren hier op dit kanaal. Welkom bij de groep dan. Je kunt me ook volgen op Instagram. En je kan natuurlijk alle informatie van dit filmpje weer vinden in de link beneden naar mijn blog. Daar staat alle de webshops, wat voor wol, welk borduurwerk, alles staat er weer in vermeld. Dus tot de volgende keer. Een hele fijne dag, week, 2 weken. En tot de volgende keer. Doeg!